Vorig jaar, dat was echt het slechtste jaar uit mijn carrière. Na mijn scheiding was de rust volledig weg. Ik wilde dat compenseren, ik raakte overtraind en ik werd ziek. De rest, die reed mij gewoon naar huis. Het was echt een klote jaar. Zo wil ik mijn carrière niet afsluiten. Ik wil de rest van mijn leven kunnen terugblikken op een fantastisch afscheidsjaar. Kan ik dat nog? Ga ik die toppers nog kunnen verslagen? Gaan ze mij niet belachelijk maken? Ik weet het niet. Maar één ding dat is zeker. Ik ga nog één keer alles uit mijn lijf halen. Ik heb 3 generaties overwonnen. Ik wil ook deze jonge gasten nog één keer verslagen. Het is nu de moment. Het is nu mijn laatste jaar. Het probleem van Sven vorig jaar was eigenlijk de scheiding en al wat dat met zich meebrengt. En de belastbaarheid van een atleet vermindert als hij niet in evenwicht is met zijn privéleven, met al wat er rond gebeurt. Het fysieke, het mentale heeft zo'n impact op elkaar, er is zo'n wisselwerking dat je in een neerwaartse spiraal komt. Vandaag doen we een nulmeting met Sven, dat is absoluut nodig. Overmorgen vertrekt hij op stage naar Mallorca. Ja, dan is het toch wel nodig om te weten waar hij exact staat. Welke accenten we moeten leggen op de training. Moeten we werken aan de basisuithouding? Mogen we al iets intensiever trainen? Dus, en dat kunnen we allemaal afleiden uit die nulmeting, uit die inspanningstest. Kan ik hier thuis komen? 2 weken later is de koers, hè? Dat beseft je toch? Die koers die telt niet, hè? Dat is geen koers. In Puivelde? Ja, Puivelde. Dat is belangrijk. Nee, dat is waar, maar ik zou toch wel graag een klein beetje fatsoenlijk in dat peloton zitten. Puivelde. Kellen, zie je het allemaal veel te gemakkelijk? Ah, wij zien het gemakkelijk, ja. Het wereldkampioenschap kermiskoers in Puivelde. Helemaal. Moet top zijn. Lacht er maar mee. Tot als ik daar eens uit het wiel gereden word. En dan? Ja, het wiel, ja. Nou, tegen dat ik thuis kom, is het mij. Ja, en dan? En dan is het wereldkampioenschap in Puivelde en dan was het volgende wereldkampioenschap. Zeggen ze dus een bolder of wat? Wereldbeker in Alpstad. Ja, wereldbeker in Alpstad. Ik dacht dat we dat niet gingen doen als doel. We zitten alleen in met Las Vegas, dat is de eerste. Dat begint zo'n klink te komen weer, hè? Paniek. Paniek. De hartslag en 102 omwentelingen. Ah, ik word al nerveus. Ze zijn nerveus, ik ook. Het gaat gewoon slechter zijn, hè, want ik mocht zoveel niet trainen. Ik hoop eigenlijk dat het slecht is. Dat je zoiets hebt van, oh shit Sven, dan moet je echt hard trainen. Want anders ga je een schema maken dat veel te weinig is. En dan word ik het zot. Kunnen we dat spel niet manipuleren, niet? Eigenlijk is Sven met een slechtere conditie uit het veldritseizoen gekomen dan dat we de andere jaren meegemaakt hebben. En mocht Sven hier komen op 400 watt, zou zeer goed zijn. En 420 is een beetje het meeste wat we ook maar zouden kunnen verwachten. Maar dat is nog een hele stap, hè. We beginnen nu met de 420 binnen een paar seconden. Maar het kan nog snel test. Heel goed.
460 watt. Als de Pool zegt dat 420 watt het meeste is dat we kunnen verwachten, dan wil ik 460 watt zien staan. Ik ben pas content als ik iets beter ben dan wat ze van mij verwachten. Als ik op deze gevoel kan doorgaan en een hele zomer perfect kan trainen, dan gaat het alleen maar beter worden. Dan komt hij af met een fiets door de boomgaard. Ik zeg, wat een zot. Zo heb ik het gezegd. Ik zeg, wat een kleine zot is dat, die naar afkomt. De beugel, die plots voor het wekstje. Vind nog meer voort te doen. Ik zeg, alleen dan van Sven Oost zijn spullen allemaal. Ik zeg, en dan komt een ketter bij mij. En dan was het Sven Oost zelf die een traan was. Maar ik dacht, wat die is dan met een traan van Sven Oost. Het was Sven Oost zelf. Het zal altijd de beste zoon die er van zijn leven zal gekomen zijn. Ja. Het zal nooit geen betere worden. Nooit. Dat zou hem hier had kunnen komen. Je moet niet pas dat hij verslijten zal. Dit kan nog niet verslijten zijn, dat bestaat toch niet? Dat kan niet. Dat is iemand niet, dat zou ook niet. Dan hebben we in het koersen om, dus niks om te doen. Waarom pak je altijd een zero? Toch geen gewone. Dat zit vol suiker. Dat smaakt nog niet. Doe dat open. Allee, man. Allee? Ja, wacht even. Kalm. Ja. Goed. Ja. Ga je rijden? Ja. Ben je goesting van een donut? Ja, ik ga er direct op weten waar liggen ze. Ik zeg hem dat wel vaak. Van, je beseft dat toch, hè, dat dat volgend jaar helemaal anders gaat zijn. En probeer ervan te genieten. We gaan samen fietsen. En, ja, ik betrek hem ook overal bij. Dat zou ik misschien de andere jaren iets minder gedaan hebben. Omdat je gewoon weet van, dat komt nooit meer terug. Het is ook uw techniek. Je moet je gewicht op de juiste manier. Ik denk dat ik gewoon groter moet staan. Eigenlijk is in het spoor het beste. En je gewicht zo ver mogelijk naar achter. Ja, maar je moet toch recht staan? Ja, maar zo recht staan met je gewicht zo ver mogelijk achter je zaal. Maar dat trek ik over. Ja, maar je moet met je neus bekant op je voorwiel. Ja, maar... Dat je gewicht toch... Nee, je moet echt zo je klein maken. En heel veel kracht uit je armen halen.
En nu gas. Vol gas. Kom aan. Hop. Nog. Ah. Ik heb te weinig grip. Pak nu wat fatbikes. Dat is te zwaar. Dat is veel te zwaar. Probeer het eens één keer. Kom aan. Ga niet. Ik kon al zien dat het beneden begon. Hè. Dat hij dat niet ging doen. Ik heb hem ook deur. Dat is zo echt het moment zo van... Koppig? Allee, ik zal het proberen. Maar als ik zeg dat niet gaat, dan gaat dat niet. Ja. En zelfs al verder de boom. Ik ken hem. Jongen. Allee, kom dan. Zijn we weg? Ja. Vroeger maakte ik me nooit zorgen in de zomer. Ik werkte keihard en ik wist gewoon dat dat zou lonen in de winter. Ik was de beste. Maar nu ben ik 39. Dat maakt me toch een stuk onzekerder. Je weet ook nooit exact hoe goed dat je al bent. Alleen op het BK mountainbike dan ga ik echt kunnen voelen hoe goed dat ik nog mee kan met de beste in een echte wedstrijd. Er mag je niks meer fout lopen. Hè. Ik wil er straks staan in september. Ik wil niet het gevoel dat ik maar op 80% of op 75% rondfiets. Dat er ergens iets weer schort. Dat gevoel wil ik niet. Vierde, nee. Jan de Vel heb ik hem gemist, maar ik denk niet dat hem al voorbij is. Daar is hem. Een handje achter, toch? Is het opgelost? Is de problematiek waar we mee geconfronteerd werden tijdens het veldritseizoen, is die helemaal weg? In die zin is het vandaag toch een ernstige test. Goeie man, goed indelen, hè. Kom maar. We gaan een auto pikken daar bij die man. Goed, ja. Hij is dichter gekomen. Kom aan, ja, goed. Controleren. 15. Dat is goed, Dirk. Ik denk dat het in orde is, want dat kon hij in november niet. No way. Serieus, gaat. Voor het moment, al 15 seconden, hij is er nog niet. 15 seconden en hij is nog niet in zicht. 20 seconden. 20! Vrouwen tegen mijn ouders. Sven, je kan niet knippen, je kan niet plakken, je kan eigenlijk niet zoveel. In 98 zag de cross er zo niet uit. Maar dit is een foto van Zonhoven 2014, als ik me niet vergis. Dit is de sport zoals ze vandaag is. En als ik die foto zie, dan denk ik bij mezelf, ik ben blij dat ik in die lokale Vlaamse sport gebleven ben. Als je de emotie ziet bij duizenden, honderdduizenden mensen die ook naar tv kijken, ben ik heel trots dat ik mezelf ben gebleven, dat ik als kopman 15, 20 jaar lang voet bij stuk heb gehouden en cyclocrosser uit die lokale Vlaamse sport ben gebleven.
Zeg, het gaan hier wat veel bananen. Waarom? Hoeveel pakken gaan er eigenlijk zo mee op training? Oh nee, die heeft hij in de winkel gehaald. Ja, mijn dochter gaat die meegepakt hebben van de restaurant. Maar het kan goed zijn dat die allemaal nodig hebben met z'n biet. De eerste helling zijn blokjes 10 keer 20, 40. En je doet die 20 seconden al rechtstaand van 550 watt. 40 seconden, 350 watt. Ik kan eens volgen, Ellen, hè, de eerste blok. Dan zie ik wat dat uitkomt. Ja, maar ik ga toch tot boven. Heb ik dat na 10 keer gedaan? We gaan tot boven rijden, Jacke. Dus we doen... we gaan sowieso 10 minuten nemen. Ik denk zelfs niet dat we er gaan aankomen. Het gaat spannend. Ja? Ja, hoe rapper dat nog gaat beginnen rijden, hoe minder lang dat nog gaat overdoen, hè, Jacke. Dus dat gaat net als we zijn boven te geraken. Je wat thuis, er gaat niks van in huis Probeer Thijs als het bleef te houden zo, joh. Ik ga erdoor. Hè? Ik ga erdoor. Hey. En niet alleen rap, hè, jongen. Ook soepel, hè? 440. Gemiddeld. Over 10 minuten, hè. Het was juist 10 minuten. Jan, er is iets om te eten. Mag ik die chocoladekoek hebben of moet ik haar niet nemen? Pak die maar. Maar dat is niet meer chocolade. Pak die maar, Thibaut. Ja, dat was in orde, hè. Wat wij vinden, Jan. En wat kunnen we doen? Coach, getrukt, mannen. Hey, we worden morgen beter. Geen bergen, hè? Ja. Dat moet je ze beet niet zeggen als ik erin bel. Hè. Dat we... Sven, wat moet ik nou doen? Ik heb het goed mee af, hè. Bergen? Nee. Je mag dat... dan niet zeggen dat we in de bergen gaan trainen. Sven, ik zit zo niet in elkaar. Ik ben altijd eerlijk. Aha. Hier is hem, ze. Dag, Paul. En dan ga je de computer open liggen. Wacht even, hè. Ja. Dus die laatste 10 minuten zijn perfect. Dat zijn u... Hij is heel goed. Het is de keus van hem te houden wat dat hem is na. Ja, geen verval, genoeg energie opgenomen, genoeg gedronken. Ik kan niet anders zeggen dat dit de perfecte training is. Zeg Paul. Maximale piek, ja. Ja, Sven, ja. Voor morgen? Dat is toch vlak, hè? Ja. Godverdomme, hè. Probleem? Nee, morgen rijden we een stukje in de bergen, Paul. Nee, man, het heeft echt geen zin als je morgen ook nog eens de hoge intensiteit gaat doen en op berg op gaat rijden. Morgen rustig. Oké, okay. Ik weet ook wel dat we niet mogen overdrijven als je zo getraind hebt als vandaag, dat weet ik wel. Gewoon handen op het stuur, bollen en we komen er. Oké, okay. School. Ça va? Zeg, mijn heren. Zeg, hoor. Zeg, hoor. Salut, hè. Yo. Jakke, ik raam morgen door de bergen, hè. Inderdaad. En mag de papa kop gaan staan. Maar ik raam morgen door... Helemaal rustig door de bergen? Dat kun je niet. Ja, jij denkt dat je nog vlakken rustig kunt trainen. Ja,
Ja. We rijden met mij dat vlakker, dan raak ik rapper als dat het bergen. Ah, tuurlijk. We rijden morgen door de bergen. Sven. Ik heb 4 uur 44 gereden met een gemiddelde hartslag van 220. Wattage. Wat nou te zeggen? Gemiddelde wattage. En een gemiddelde hartslag van 115. Ja, we hebben dat niet goed. Dat was de poot, hè? Voilà. Ja, ik weet niet hoe content zijn. We hebben wel de meeste hoogtemeters van heel de wijk. De dag gezien? Zonder die zwarte te raken. Oh. Yo. Oh, dat is plezant, hè. Perfect. Ja, ja. De beste heeft gewonnen. Och, jongen, toch. We gaan het doen. Proficiat. Zoekt uw eigen vrienden. Is dat hier al anders geweest? Gewoon perfect. 2, 1, 3. Ah, ja, dat is niet een hele goeie. Ik kan niemand voorbij. Oh, waar heb je een? 1787. Oh, lemmel! Kom maar. Zal jij goed slaan deze nacht? Als ik deze niet kan verbreken... Dat is met een mama aan de klaren, mensen. Goed, hè? Heel goed. Je voelt dat je... dat je vertraging hebt in je lopen als je zo bijna boven bent, hè? Ja, dat is tegen serieuze verzuring ook. Niks overtreft dat gevoel van Mallorca. 2 weken lang niks anders moeten doen dan rusten, trainen en slapen. Alleen al het gedacht, dat maakt me een paar procent beter. Ik voel mij op dit moment dan ook ongelooflijk sterk. Van mij kan het crossseizoen niet rap genoeg beginnen. Ze gaan me echt niet zo gemakkelijk uit het wiel rijden als vorig jaar. Ja, wij kijken uiteraard met... zeer veel voldoening en met grote tevredenheid terug op die 8 jaar. Wel, ik ben heel trots dat ik jarenlang voor Kreeland heb kunnen fietsen, mogen fietsen. En als je dan zo'n moeilijk jaar hebt als vorig jaar, dan leven zij daarmee mee. En dat is een totaal ander gegeven dan in het begin van mijn carrière. Goed, jong. Goed. Goeie, prachtig. Goeie man. Oké, maar dan gaan we het moeilijk maken. Ja. Zonder aanloop.
Hey, mannetjes. Geen stress. Oké, go, go, go. Dat past nou toch niet dat ik gevallen? Dat is de camera's past. Ja, 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 ja. Zeg, kom eens. Wat? Zeg, wat ga je doen? Oh, nee, je moest iets zeggen. Nee, nee, succes, hè. Ah, oké. Vlieg er maar in, hè. Oh, ja, ja, dag. Salut. Voilà. En de volgende. Kom aan, met die bal. Je moest toch geen drinken meenemen, hè? Nee, nee. Nee, drinken in zijn zakken zitten. Ja. Zeg, ik zeg, die mannen hebben precies allemaal een grote schuit gekregen. Dat is wel grote. Toen zijn ze wel grote banen. Worden allemaal zo'n klein mannetje, hè? Oh, die blijven niet, die blijven nee, niet kinderen. Ik weet het, ik weet het. Hey. Goed, die bal. Gewoon van voor blijven. Kom aan, hè. Je begint gewoon t-shirten van mij te dragen. Ah, dat geloof ik. Amai, papa. Mag ik die een t-shirt aandoen? Hey, zo, we zijn op baaien. Kom aan, kom aan, met die bal. Dit is de sportenschrift van Verenigde Zijn. We houden de baan voor je natuurlijk. Ja, 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 ja. Daar is de stiebe de eerste hier. Ah, Cipollini. Cipollini. Ah, Cipollini. Cipollini. Proficiat, hè, man. Merci. Daar werd je koers van. Ja, je hebt wel gezien. Dat was niet meer te doen. Maar ze lagen daar serieus tegen de grond, hè. Mijn benen waren super slecht, hè. Oei. Nog keihard stijf van met lopen. Zo slecht zullen ze niet geweest zijn. Moet dat gaan, dan? Oei, ja. En dan krijgen we nu de grote triomfator Thibaut Nes. Fantastisch, Thibaut. Een machtige spurt geleverd. En die wordt in de trofeeën en in de bloemen gezet. Door de dames van begraafdes en schegers. Van de nummers 1 en 2. Ik heb die bloemen aan mama. Alsjeblieft. De manier waarop wij Thibaut hebben opgevoed, daar ben ik echt heel trots op. En dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Dat heeft voor 90% Isabel gedaan. Maar met een band met hem is het laatste jaar ongelooflijk versterkt, omdat ik nu veel vaker met hem alleen ben. We hebben daarin een heel goed evenwicht gevonden. Hij is gelukkig en ik ben gelukkig. En dus kan ik mij ook weer volledig concentreren op mijn cross. En dat heb ik echt nodig. Ik denk alle dagen alleen maar aan die eerste cross in Las Vegas. Ik ben klaar om nog één keer te vlammen. How you doing? Good. Great. Welcome back. Hi. Good. Thanks. Hey, thanks for coming back. Hey, can I get a picture with you? Yeah. Just before I beat you tomorrow. Oh, okay. No, I'm not. So excited to see you race. Thank you. You're racing tomorrow? Yeah. Perfect.
Oké, thank you. Ik ben van Degen. Ah, oké. Hey, this is Scott Mars with CrossFightReview.com. I'm here in 2015 Cross Vegas. Sitting with me is Sven Nys, Belgium superstar cyclocross Jedi. Sven, welcome to Cross Vegas again. Thank you. We love having you here in the United States. You're racing for Trek this year, is that right? That's right, yeah. I have a few other sponsors, but Trek is for the US. Zeg, van materiaal. Weet je wat je mag doen? Alle drinkenbussen vullen buiten één... Of ik zal het anders zeggen. Allemaal dorstlessen behalve één herstel. Dat is goed. Hebben we water genoeg? Of misschien best nog een kruik gaan halen? Alleen nanemen of ze bieten een paar flessen beneden. Voordat we vertrekken? Ja. Of als we vertrekken? Ja. Ja, dan kunnen we bij de rap onderweg op die Flamingo Road zo'n flessen gaan halen. Hè? Dan zijn we met Notte er vlakbij. Ja. Ik ga rap eens plassen. Hey. Hoort ze schijven? Leer je op mij dingen, hè. Als ik in de Notte zit alleen, dan doe ik dat ook. Hè. En hoe beter dat je die muziek zet, hoe beter dat je denkt dat je kunt zingen. En dan denk je van, en toch eens proberen een stilte. Amai, nee, erop terug gaat er. Trekt het niks. Dat is het. Follow me. Ja, de second car, hè? Ja. Oké. Those guys too. Take them along. Je stond op ons te wachten. The call they can I. And that will be the third or fourth time up that hill. You better believe that they can feel that now in their legs and all the way deep down in their lungs. Oh, there's the. Oké. We gaan het beste van maken. Tot twijfel ik niet aan, joh. Ik had een beetje schrik hoe dat ik al hoorde met mijn gevoel, maar hoe dat ik al zei rondrijden. En je zit gewoon op je fietsje. Echt. Zo echt. Je bogeert niet en dan komt kracht uit en je knallen door dat bergje omhoog. Het is vooral het gevoel, hè, als je een inspanning levert, dat je zo aan de tong plakt tegen een gehemelte van de heel droge, droge lucht. Dat heb je bij ons nooit niet. Hij blijft hangen. Kom aan, Sven, nog een paar plekken, jongen, dan mogen we dat gemakkelijk. Kom aan, hup! Kom aan, man! Opschuiven, Jan, kom aan, Jan. Hé, dat komt. Ja, Jan, daar bel ik voor dat opschuiven. Ja, ik heb al elke keer dat ik hem beneden heb gezien. Ja, brullen, hè, want hij schuift alles op, maar dan komt hij er weer over. Hè. Hij ziet, hij moet alerter zijn, hij moet opschuiven. Jaagt hem, allee, doe maar. Zit maar op zijn vel. Oké, is goed. Service. Sven, opschuiven. Ja, opschuiven. Als het bleef. Kom aan, goed. Blijven proberen. Kom aan, hup. Kom aan, go. Kom aan, zet dat ertussen. Ja. Jan, wat denk je? Ik heb het gevoel dat we net wat naar beneden. Ja, maar is goed. Nijs, dan is gewoon. Nijs naar de kop. Kwak. Amai, amai. Het tempo gaat enorm de hoogte in. Kom aan, verstandig, hè. Samen, hè. Huppé, goed. 20 seconden, je hebt een groot gat op de rest, hè. Kom aan, hè.
sterk, hè. Goed, hè. Heel goed. Van Aert gaat wegrijden, ja. Nee, dat is breken. Wat Nijs betreft, krijgt hij nu een dreun? Of gaat hij weer goed uit? Integendeel. Michel, een dreun. Enorm veel moed uit de laten de versloten parcours. Sven, goede man. Ja, nou ja, ik ben content. Ik was. Amai. Ja, goed, schitterend. Ik ging juist ergens over mijn toren, maar dan viel ik ook niet echt stil. Ik kon mijn tempo blijven rijden, dus de ander was juist niet beter. Maar het is goed, Paul. Ik ben echt content. Ja, ik ook. Nee, jong, we zitten goed. Okay, relax. Ik hoor straks. Oké, okay, goed. Yo, bye. Ga ik straks naar mama? Ja. Na school? Nee, nee. We gaan eerst bij Moeken eten. Wat eten we? Spaghetti? Kan het misschien nog regelen. Oh, nee, geen spaghetti. Jawel. Nee? Oké. Okay. Toch niet een dag na de koers, hè? Ik heb al een hele weekend spaghetti. Hallo? Boerenkost. Oh, nee. Spaghetti? Bekjes en hekjes. Ik wist dat niet. Nee? Dat is wel. Ja, ja, maar niet graag. Ik ga mij verder klaarmaken. Ja. Allee, je hebt de zondag gekoerst. De maandag duurde best niks. En dan dinsdag er al 3 uur sport op school. 2 uur zwemmen. Oh ja, maar je bent wel bezig, oh, ja. De woensdag ga je trainen met de ploeg. De donderdag ga je terug sport op school. En de vrijdag 1 uur. Mm-hmm. En dan is dat 2 dagen dat je helemaal niks doet, hè. Jij moet voor de rest niet met de fiets reizen, man. Want anders is dat veel te veel. Dat conditie die blijft gewoon goed met naar school te gaan. Eigenlijk naar school gaan, zo erg is dat toch niet, hè? Toch, ja. Ga gewoon meer winnen dan ik. Het is ook al lang geleden dat jij nog eens gewonnen hebt. Ja, lach er maar bij. Dat kunnen we vandaag niet zeggen, hè? Ah, nee. Hoe zijn ze weg? Oh, het is niet zo'n goede start. Geen goede? Ja, 6-7. 3 man lichtjes afgescheiden, hè, van de Schouwens en Van Aert. Ik denk dat het ontkomen is, ja. Ja, ze is erbij. Hoort dat volk. Hey, gooi. Hij blijft gaan, hè, Jan? Ja. Wout is minder. Helemaal wachten, Wout, dat weet hè. Daar gaat Van Aert. En hebben ze dat wel in de mond? Ja, laamtijdig. Laamtijdig. Maar toch gaan ze op het wiel. Nee, ze mogen het niet dichtrijden. Mogen we door laten gaan, Lars van der Haar. Je moet er wel op letten, hè. Zeg. Lars kan niet gat vallen bij de naastna. Kom aan, Sven.
jongen. Ga weten wat ik kan zeggen. Maak de provincie op mensen met koerstactiek? Ik had nooit gedacht dat Lars ging lossen. Dus jij blijft allemaal zitten en jij denkt dat het... Ja, maar eigenlijk maar één ding doen. Dat was op de asfalt kaken, dat om niemand te passeren. Het meeste dat er hier naast zit, moest ik aan mij aanzetten. Ja, ik ben te braaf nog. Hè. Bent je heel goed dat je wacht? Ja, heel goed. Jongen, dat gaat wel in de rijden. Nee. Allee, ik heb nog te weinig zo... Blessen van overmaal. Maar dat komt nog, hè? Binnen, als je nog 5 jaar koest, dan gaat er die ervaring opdoen. Maar dat is gewoon omdat ik. Ja, maar dat gaat hem, hij gaat dat nog leren. Ik had nooit gedacht dat er iemand ging lossen in de lessen door. Ja, maar je hebt ook niet geprobeerd, hè, Sven. Je hebt druk gezet, maar vroeger durfde jij op een moment zeggen, paf, weg, ja, we zien wel dat strand. Ja. En nu zit jij te tellen. Jij zit te tellen van, ja, de Larsa wil niet lossen. Ja. Zo zit jij te tellen. De Lars, je bent bezig met de anderen. Je bent niet bezig met je eigen kracht. Ik weet dat mijn eigen fout is. Dat weet ik. Veel peper, mannen, of weinig peper? Nee, niet te veel. Voor mij mag het meer op. Zwarm, pas op, hè. Lekker? Mm-hmm. Allee, vooruit dan. Pa, wil je komen eten? Zeg eens tegen uw vriendin dat ze even moet stoppen met sturen. Oh. Voilà. Ik zal het tegen de Jonas zeggen. Ja. Je wilt dat niet zeggen, Cleo. Dat meisje dat hem altijd bij staat op school. Ah, nou, moet weten ze. Cleo, dat is niet waar. Ja, verjaard gisteren en ik dat klinkt voor mij. Oh, gelukkig verjaardag. Ah, voilà. Echt waar, sorry. Niemand zegt dat tegen Ja, ik was naar de koers en onze papa zei ook niks. Gisterenavond om 12 uur, oh, onze papa verjaardag. Ik zeg ja, merci. 54. Wat, Sven. 53. 51. 63. Nee, 63. 64. Nee, ik was mis. Ik zeg het gisteren tegen hem. Ik had dan al geweten, dan had ik zeker gewonnen. Ja, we hebben altijd gewonnen. Ja. Ik heb de boy gewonnen voor zijn pijn. Ja, ik heb gewonnen voor u. Hè. Ja, ik wist dat ook al. Ah, jongen. Heb je gezien, ik die aan de aankomst steek ik zo, hè? Dat is een slijmbal. En je gezien? Maar als jullie vrienden jarig zijn, dat heb je al toch in de GSM staan. Zo, een dingetje, Axel, meisje. Van Aert is binnen. Heeft geregeerd zoals hij dit jaar dat nog niet deed, na een ware demonstratie. En Nijs die gaat hier nog vierde worden voor Lars van der Haar. Staat lekker. Ja. Ja, vooraan. Er stond geen maat op deze man uit Leer, met name Wout van Aert. Ik kon die snelle aanvangsronde gewoon niet beantwoorden. En voor ik eigenlijk aanstalten maakte om tweede, derde te worden, was Wout al 40, 50 seconden weg. Tempo. En altijd geprobeerd van dat ik een plaats nog iets over had. En daar kun je tweede mee worden. Maar winnen, die redt erop. Ja, maar de winnen, dat heb ik gezien. We hadden gedacht dat hij een beetje een terugval had, maar die is vandaag niet geweest. Je hebt een minuut weg en ja... Meer dan een minuut, Sven. Goh, niets aan te doen. Een schitterende cross, jongen. Ja. Maar je ziet, dat water begint... Ja, maar ik kan niet op. Je redt boven een stukje waar de ander niet boven roept. En dan, als je dat kunt doen, als je op kop zit, moet je altijd terugkomen. En dan moet je kan, kunt toch geen fout in het halen? Een paar goede stukken. Nee, maar ik kan hem niet volgen. Ja. Je moet die hebben klappen eerst de plus, dat is boter. Dat is maar één die er. Ja, het is de categorie beter, punt. Ja. Categorie beter. Mag het even, ja. Sven rijdt een goede cross. En de Koppenberg is niks lopen. Hè. Het is. Het komt. Oh. Alright. Ik ben wel mug. Mag dat? Ik ben een jonge mens. Ik ben een jonge mens, ja. Het werd vandaag de warmste allerheilige sinds er metingen worden bijgehouden door het KMI in Ukkel. Want vanmiddag om 3 uur haalden we een temperatuur van 20,8 graden. En dat is echt wel zeer hoog voor deze tijd van het jaar. Dat maken we echt niet vaak mee. Dus november is zeer zacht begonnen. De laatste week van oktober was ook. Ik zou niet te veel aandoen voor op te warmen. Dus, hè.
het zelfs nodig om op te warmen. Ja, ja. Het is koud, hè. Ja, maar... Gisteren had ik het koud. Begin, maar dat heeft niet lang geduurd. Hè. Stilte voor de storm. Koppenberg is een van de schoonste crossen van het jaar. 9 keer heb ik hier al gewonnen. Al van in april droom ik van een tindezegen. Dus ja, ik zweet mijn eigen kapot. En ja, Wout van Aert steekt er echt bovenuit. Maar ik moet die cross hier vandaag gewoon winnen. En dan Nijs. Hij moet die tiende kassei meenemen. Ja, daar staan veel leeuwen aan de start. Zijn superdag waar hij eigenlijk op rekende. In zijn allerlaatste jaar, zijn allerlaatste poging om het tiental rond te maken, wordt Nijs hier op ruim een minuut gezet bij het ingaan van de laatste rol. Ai, probleem, meneer. Daar hebben we een probleem voor Nijs. En andermaal de ketting die voortzegt. En dat is dan toch wel een droevig afscheid van de Koppenberg. Ja, ik heb een heel kort rondgereden van wanneer mag ik hier stoppen, wanneer mag ik hier stoppen. Want zo, dat is niet plezant. Afzien, jongen. Ik kan niks forceren. Ik rij gewoon... tegen de muren. Ja, maar dat denk ik te maken met de warmte. Echt, je zweet is serieus, hè, op het laatste. Jongen, jij moet gewoon wachten. Afwachten, geduld en die omstandigheden moeten veranderen. Het is maar de slechtste koers van het jaar, hè? Ja, maar gisteren komt aan en je hebt al vochtverlies. Maar hoort het aan je stem? Als je gisteren aankomt, weet het eigenlijk al dat je vandaag in principe niet op je beste kunt zijn. Ik heb geen versnelling in huis. Niks. Wat ik anders zo eens een keer kan zeggen, van, als ik eerst die berg aanvallen, zat er totaal niet in. Dat had ik vorige week wel. Als ik in Ronsen bijvoorbeeld zei van nou trek ik eens door, dan dat had ik nou niet. Kijk naar dat zwijntje. Waarom juist nu, hè? Je kunt dat wel op dat weer steken, maar ik wil dat dan niet opsteken. Ik ben gewoon niet goed genoeg en ik had dat op deze moment echt niet verwacht. Nu heb ik echt het gevoel van, gaat dat nog wel komen? Ik hoop het echt. Het moet gewoon. Alleen al voor die supporters die er elke cross opnieuw staan om mij naar die overwinning te roepen. Een jaar zonder overwinning. Ik denk, als Sven op het podium komt, dan is het voor ons een overwinning. En elke keer als we nog kunnen zien rijden, dat is voor ons ook een overwinning. Sven telt 289 zegens. Als je heel het proefpeloton de aantal zegens bij elkaar telt, buiten Sven komt er nog aan geen 100. Als je die bij elkaar telt, heeft Sven 3/4 van het aantal proefzegens. Dus voor ons moet er niks meer. Al wat er nog bij komt, is bonus. Dat is een jaar geleden, hè? 1 jaar. Hier, hè, Sven? Hier, hè? 1 jaar geleden. Oké. Nee. Zo indrukwekkend moet het niet zijn. 1 seconde is genoeg. Ja, cool, Sven. Goed. Weg. Ja, maar. We keren niet zot laten maken, hè. Maar ik ben eigenlijk net dat volk van niet zot laten maken, man. Kom zo. We zijn op top. Kom. Ja. Ja. Kom aan. En hier uitgesleten van de ja, dat gaat de tempo natuurlijk breken. Wat is dat nou?
Oh, hij is hier, hij is hier. Nou, er is toch iets gebeurd? Kom maar, Sven, kom maar! Wat is er nou weer om die velo? Dat meen je nou toch niet, jongens? Hé, hey, mannen toch niet, hè? Moet lopen, jongen, alstublieft. Zeg. En andermaal rijdt hij zich vast. Hij blijft de fouten opstapelen, wordt nu boos op zichzelf. Was het mogelijk? Was het mogelijk? En de Nielsen grond heeft het verprutst. Het weer is aan het veranderen, nou, jullie. Ja, best mooi. Allee, het is nog wel warm, hè. Maar als ik zie, dan volgende week. Dat is nog een tijdje te wachten. Ja, dan spreken ze toch allemaal. Ja, maar ze geven toch wel regen en zo. Dat gaat dan toch wel. Het verschil is ook als de zon erdoor komt of niet. Qua gevoel, hè. Ja, de echte stoepcrossen zijn er nog niet geweest. Nee. Het kan rap veranderen. Er valt op dit moment niks te beginnen tegen Wout van Aert. Het is de beste. Dat kan ik mezelf natuurlijk niet verwijten. Maar wat ik mezelf wel verwijt, is dat ik veel te hard gefocust ben op dat winnen. En daardoor maak ik fouten. Stomme fouten. En daar jaag ik me enorm in op. Ik voel me soms echt een sukkelaar. Zou het dan toch het jaar te veel zijn? Ik weet het niet meer. Maar mij erbij neerleggen? Nog in geen 100 jaar. Ik wil en zal een cross winnen. Dat heb ik Anneke beloofd. Goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Zeg, goed reclame in het laatste nieuws heb ik gezien. Goh, man. Zelfs in oorlogstijden, ja. In oorlogstijden. Dat eerste blad van de gezet. Groot nieuws heb ik gezien. Ik heb dat gezet gedownload. Zeg, dan moest ik eens weten. Heb je het bij? Hé, is dat de eerste pagina toch niet? Nee. Jawel. Tuurlijk. Waar? Sven Nys samen met ex van zijn neef, ja, man. En? Ja, de Sven zei tegen mij, zullen geen persbericht laten maken. Maar je dat zien? Nee, persbericht. Ja, maar ja, ze gaan blijven. Ze gaan blijven. Een persbericht. De bericht staat in de pers. We hebben een persbericht. Ja. Ja? Oh man, en foto's en alles. De liefde is nog pril op 40 jaar. Sven Nys. Tegen mij zal dat je zei, het leven begint bij 40. Maar ik vond dat jij straalde. Ik vond het ook. Maar ik dacht dat dat was omdat je redelijk goed presteerde. Maar... Dat zit dus een andere reden. Het een kan niet zonder het andere, Paul. Dat kan het goed zijn dat dat presteren te maken heeft. Maar... Eigenlijk is een coach niet zo van tel. Het is gewoon de liefde dat belangrijk is. Ah, de liefde is belangrijk. Is goed, jongens, dan zoek het zelfs maar uit op training. Hè? Van toe naar de andere. Kom maar eens even door. Hé, jongen, Paljas. Vanuit stand af van onder, hè? Zonder aanloop. Oké, go! Ik was even doorslippen. Kom maar, go, go, go. Yeah. Get hem weer. Goed, goed. Zit nog versnelling op. Goed. Oké. Sven van Toornhout is Wout van Aert. Je hebt Van Aert in de wiel, hè? En je moet eruit. En go, 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 go! Hij moet eraf, hè? Hij moet eraf! Kom maar, go, 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 go! En nu door, kijk, ja, door, kijk, door! Okay. Dat lost toch wel zeker? Oké. Okay. Sven, goed rolletje gespeeld. Wat een Aert, nu kan hem echt afrijden. We gaan de training nog niet stoppen. Je bent er juist al afgereden. Het is in orde voor zondag. Wil je al goed dat ik ook echt gereden word? Serieus? Zeg, weet je wat die snotnes zei? Weet je wat die zei? Van wilde jij er woensdags ook afgereden worden, of wat? Wie zei dat? De Woutje. Ja, Woutje. Hey, even... Oh. Allee, het was ludiek. Nee, niks ludiek. Sven, zondag. In het kopje. Bedankt, Wout. Dat is nog jonker. Nee. Slecht. Wat moet ik doen? Hey, om 11 uur. Hier is het heel gemakkelijker. Wat we wel aan het rijden waren, was veel moeilijker. Ja? Je zult het nodig hebben, Nielske. Ja, het is wel heel schoon ter informatie.
Nee, maar dat was wel tof gisteren. Zeg, dat was goed, hè? Training, vind je? Ik had een indruk van wel, ja. Nee, het was schitterend. Maar nu moet er niks meer doen, hè, Sven. Vier dagen heel rustig en zeker niet vrijdag. Ik ga proberen nog wat extra doen om zaterdag goed te zijn. Die koers van zaterdag, hè, dat... Pff. Ik heb hem dat ook gezegd. Ik zou me niet laten opmaken. Als ik in Hasselt of Van Vuil zit, ga ik dat ook niet zomaar laten schieten. Maar ik mag niet over de limiet gaan. Ja, maar waar gaat de beste mee zijn? Of dat je nu zondag die koers, zaterdag die koers wint en dan zesde wordt in kokzijde. Of zaterdag niks en zondag podium. Nee, maar als ik een zaterdag, ze geven slecht weer. Ze geven, als je dan gewoon mee goed start en je zit in die koers, voor hetzelfde geld, doe je wel mee op laatste. En dan laat ik dat niet schieten. En 3-4 graden regen. Ja, ja. En dat is ook kan niet iedereen goed tegen, hè? Een graad of 6. Want die regen zorgt ervoor dat je zo juist boven het vriespunt zit. Dat kan niet iedereen tegen. Ik heb dat graag. Als de cross een beetje een overlevingstocht wordt, dat vind ik geweldig. Pas op, ik zie ook af, hè, en dat doe bij mij ook zeer. Hè. Maar... Zou u hetzelfde zijn, zeker? Weer als rust niet, hè. Wat krijg ik als ik win? Ah, ik smeer de boterhammen morgen, ik zeg het. Oké. Okay. Je smeert, hè? Ja. Dat is geweldig motiverend, moet ik zeggen. Ja, zeg. Ja, dat is wel in de hand, hè. Ja. Vandaag gaat het gebeuren, Thibaut. Ik zeg niet wat, hè, maar er gaat iets gebeuren. Ik hoop dat ik morgen mijn boterham mag smeren. Ja. Heel goed, enkel Pauwens komt terug. Hoe gedreven, hoe eerzichtig kun je zijn op de 39ste? Dat is buitengewoon. Het lijkt wel of hij de jeugd vertegenwoordigt. Heel goed, hè. Heel goed. Ook dat draait het beste, hè. En hier, de tango van die paar bochtjes nog af. Gewoon in tempo, hè! Nes is daar weer de pijp uit. En wil absoluut hier in Hasselt winnen. In afwezigheid van Van Aert en Van der Aar. Maar dat gaan we nu toch wel even vergeten, hè? Met de allerlaatste snokken die hij nog in dat sterke lijf van 39 heeft. En daar is dat bord van de 100 meter. En luister nu naar die massa. Luister naar die massa. Sven Nys wint. Dat is nieuws. Starten, zeg. Starten. Nog één keer, gelijk gisteren. Dat was nog niet nooit de oude doos. Is dat mij? Is dat mij? Leg de startkat. 19e? Hij zit toch vers, hè? Hij zit vers. Goed, hè? Ja, is goed. Hé, hey, mannen, red dat gat toe. Als er nog zo'n dag flikt, dan worden we toch zot zeker. Dubbel. De dubbel ook gelijk als in zijn jonge jaren. Kippenvals. Hij komt op, Maxi. Hij komt op, hè, Hans. Hij komt op, hè. Nice, nice. Wat
met strijd. Nijs gaat hier naar de voorkant. Nijs neemt de bal af. En nu die sprint. Daar trekt Nijs zich op gang. Hij zit niet weg. Nijs zich op gang. En Van Aert heeft niks meer terug. Sven Nijs wint de wereldbekercross in Kokzijde. Dit is nummer 50 in zijn wereldbekergeschiedenis. He's back. Mannen. Ja. Weer een jaar ouder geworden. Fantastisch. Een jaar te veel. Verdomme, 2 jaar te weinig, joh. Ja, dat is een fantastisch gevoel om met een beste coureur van het moment in de wel te kunnen gaan en het dan zo kunnen af te maken op de, puur op de kracht. Ik wist niet dat ik dat nog kon. Ja, goed hè. Het is een lange weg geweest. Ja, geweldig. Het is niet veel op te zeggen. Hè. Het is. Het is moeilijk geweest. Er zijn heel veel twijfels geweest. En nu ja, denk ik toch dat de twijfels weg zijn. Dus een beetje feesten. Het is fantastisch. Het blijft de kannibal. Het moest er vroeg of laat eens uitkomen. En, het laatste seizoen is eigenlijk al schitterend. Maar vandaag was het echt magnifiek. Dat is mooi. Allee. Oh man, ja. Ik zou mijn stem had verliezen. Die moeten we maar verliezen, hè? Tot strijken. Ik zag je gezicht, hè? Toen aan de materiaal passie. Eerst een toer dek al teken dat er eigenlijk goed was. Ja, ja, ja. Als je dat doet, dan weet ik dat goed. Pas op, dan moeten we nog winnen, maar dan weten we dat het goed zit. En plus, als ik een fout mokte, kon ik ze recht zetten en dan kon ik terug naar het wielrijden. Dat is een goed teken. Ja, dat zagen we. Ja, ja. Ja, maar dat was weg. Dat was altijd direct toe. Ja, dat was perfect. Hey, man. Gedacht, maar ik ben toch zo fier dat hij dat hier gepresteerd heeft in Kokzijde. Ja, het is, ik heb geen woorden om dat te beschrijven. Ik ben ontzettend gelukkig. Ja, oh, dat is niet waar. Hier, wat was. Oh, mijn lieve schat. Goed, hè? Ja, ik heb niks gezien. Oh, ik ben zo gelukkig. Vader? Ja? Vader. Dat heb wel goed gedaan, hè? Die
prestatie van kokzijde is het verslagen van een nieuwe generatie in een wedstrijd waar zij de dag voordien niet aan de start stonden. Dat geeft mij ongelooflijk veel voldoening. Ik heb heel veel mensen laten schrikken dat ik dat nog kon. Waaronder misschien ook wel mezelf op die manier. Ik ben bevrijd omdat je van al die achterliggende gedachten van het jaar te veel en ja, maar het is in een kleinere koers en een podium, ja, maar winnen, dat lukt niet meer. Dat heeft allemaal een impact en dat is nu compleet weg. Dat was een indrukwekkende prestatie op het juiste moment in mijn leven nog. Maar door zo te denken, weet ik gewoon dat er nog iets gaat komen. Bevestiging, opnieuw en opnieuw. Tot 1 maart en dan pas gedaan. Weer een alibetoon. Zijn broer. Die Mario. Of... Wel, ja, zijn broer Mario, die was bijder, maar ja. Die sloeg met zijn pumpen en dan krijg je geen contract mee. Die vocht in de kust. Als je het vroeg toen al. Beter was, dat weet ik niet. Alleen maar Louise Rijen, Gelder, een meisje op de wagen, nog wel 6 minuten veel te stoppen. Die geeft een interview naar het voetsen en wint nog. Met de mannen voets. Die mannen kosten een berg gebraden, dus just, lukt de stem. Dat heeft de vermacht in hun benen. Hè. En doen ze niks om te doen. Wout van Aert moet u passen als een type degene van zijn vader. Dan is het binnen 8 jaar die baas, hè? De noom. Spottig dat die baan niet over is. Maar ik heb al gepast. Zeg, als Sven al 20 jaar getrouwd had en dan had toen die baan, dan rennen ze al gelogen. Hij had er 8 jaar boven. Dan is het 22 jaar, hè? Die tegen zijn voelder. Dat zou het beste geweest om dat kost te gaan. Ritter in een tattoo laten zetten. Zeg jij, hè? Nee, dat meende niet. Jawel. Wat? Meende niet. Merci. Dat is voor te lachen, jong. Jongen. Merci. Allee. Dat meende niet. En wie is dat, Thibau? Ja, wie is dat? Dat is... Wacht. Ja, dat zeg jij, maar... Ja, ja. Ja, ja. Rico Tatum of zoiets. Ja, maar ja, wie heeft dat laten... Oh, ja. Wie is dat die dat laten zetten? Dat is zeker een vrouw, hè? Want een man gaat dat niet laten doen, hè? Ja, dan ook. Hé, mijn reclame en alle... Ik ken al. Ja, maar allee. Maar amai, jong. Allee, man. Allee, ho. De winnaar van kokzijde. Maar het gaat maar op kop, hè, vandaag. Ja, Wimpy, nog 2 maanden en het is gedaan. Ja, dat gaat wel bewust. Ja, maar dat drinkt niet uit. Dat drinkt niet uit. Dat is nog een jaar baatteken. Ja, dat is zotzeigers. Ik ga dat niet blijven kunnen opbrengen van dat zo... dat ik een bezijt heb te gaan. Dat gaat niet, ey. Ja. Weet je wat ik nou goest in Vlaamse? Ja. Voor een goeie warm zat oude atensoep. Atensoep met kustjes. Ja. Oh. Maar zo weer. Zo'n goede boerenkost. En... Spinus met spek. Of rookkoelen met stoofvlees. Ah, hey, hola. Wat hebben we dan meegevlogen? Dat ga ik een keer klaarmaken. Wat? Telkens koelen. Ja, dan gaat dat klaarmaken. Ja. Ik heb... En dan met een stuk vlees naast. Oh. Jongen, jongen, jongen. Hela, directeur. Nog even staan. De vraag zal ook komen van waarom wel eens niet? Hè? Want de meerderheid ja. Weet dat ik eigenlijk altijd tegen Nijs juist altijd een knuppel in het hoendak gooide. Om hem een beetje scherp te zetten. Of niet? niemand verwacht mij met Nijs. Ik ga gewoon zeggen dat ik het sportief management van de ploeg doe. Dat de structuur in grote lijnen behouden blijft zoals hem nu is. En dat we dan vanuit die basis gaan kijken hoe we iedereen nog beter kunnen laten presteren in al zijn functies. En als daar, er gaan waarschijnlijk ook vragen komen over wat met Sven van Turnhout, wat met Jan Verstraeten.
dan ga ik gewoon op zeggen, kijk, dat zijn dingen die in de komende weken zullen bekeken worden. Of dat daar invulling kan aangegeven worden of niet. Dat komt ook aan het bod, hè. Er verandert niks in de huidige structuur. Ik heb wel één puntje. Het is niet dat ik tegen jou ben en zo, maar ik kan niet op jouw afscheid komen, want ik ben op vakantie. Het begint al. Ik wil in ieder geval Sven heel veel succes wensen. Dank je wel. Ik ben blij dat ik mijn werk wordt voortgezet. Ik ben blij dat ik de kans krijg, Hans. Ja. Zelf graag een applausje voor Sven. Ik kan u bevestigen dat ik sportief manager word bij Telenet Fidea. Direct na het crossseizoen weet ik dus onmiddellijk wat mijn job zal zijn. Ik word sportief manager. Dat het zo snel zou gaan, had ik nooit verwacht. Mijn eerste carrière is nog niet gedaan en mijn tweede is al begonnen. Ik heb dat onderschat. En die nieuwe job vergt op deze moment enorm veel energie. Ten koste van mijn training en mijn rust. Maar het geeft mij ook wel een gerust gevoel. Ik ben geen mens om thuis in mijn zetel dik te worden. En als het hier komt, dan binnen. En hierboven is een heel terras voor de mensen te zitten. Hè. Het is mijn zicht op Heist op den Berg. Maar je is een gigantisch trainingsparcours te maken. Hè. Ja. Ja, je hebt ook alles, Sven. Ja. Hier staat volgende week op zijn minst 10.000 man. Dan denk ik wel dat er toch al massa volk zijn. Massa. En dan is de kerstperiode gedaan. Ja, ik weet het. Polen zijn oud, dat moeten we weten. Jij? Ik weet het ondertussen. Het is te laat. Ja, het is te laat. Ja, man. Drukte wat voorbij van vorige week? Dat kan ik nou niet echt zeggen. Nee, man. Het is genoeg geweest. Hè. Ja. Je moet sommige zaken afronden, Sven. Ja, ik weet het. En al het werk wat Til in het video meebrengt, dat zijn mensen die daar voor het moment in die functie zitten. En die moeten dat allemaal oplossen. Ja. Rust terug. Focus. Volledige focus op de rest van het seizoen. Het is nog tot wereldkampioenschap. Zes weken en dan is het gedaan. Tyrone, wat kies jij? Bolognese of deze? Ja, wat was dat? Dat was dus heel moeilijk te vinden. Hè? Die heeft drie verschillende tanden en dan klopt hij dan zo met de achtste van zijn ding. Zo tok, 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 tok. En ik voelde eigenlijk geen verschil. Hij zei ja. Kans? Voor hetzelfde geld ga ik een verkeerde tand ontzenuwen. Ik zeg ja, maar ik ben tenslotte bij een tandarts geweest en die zegt nummer 34. Dus ja. Ja, zie dat je niet met uw vinger. Nummer 34? Ja, dat is toch. Is dat niet bouw je pangang bij de Chinees? Ja, maar zie dat je niet. Weet je wat ik eens voor gehad heb? Ik reed met mijn BMX'ke en ik ging overkop met mijn tanden op de grond. Niet meer lachen, hè. Ik zat in het midden van de straat. En mijn mama die zat 100 meter verder thuis. En ik zat in het midden van de straat zo, help, help. En die zo, joehoe, die waaide terug. Ik dacht dat ik dan vet te lachen op straat was gaan zitten. Vol bloed. Al mijn tanden eruit. Maar dat zou goed zijn hier. Dat is alles in orde. We stonden in de zon. We stonden hier bij de man. We gingen een klap kunnen doen. We drogen ons om. We zijn scherp. Elke cross is een afscheid. Maar deze is dan toch nog iets speciaals. Op de Sven, zijn Balenberg, in zijn eigen dorp, zijn grote prijs. En nu de laatste keer, als ik er eigenlijk al bij nadenk, dan word ik al bijna emotioneel. Ja. Dat is zo. Weer al iets dat afgesloten is. Ik hoop dat hem iets gaat presteren wat niemand verwacht, maar wat wel iedereen aan hem gunt. Dat hoop ik. En we gaan allemaal met mannenmacht, denk ik. En voortduwen. En voortduwen. En voortduwen.
Beste wensen allemaal. We gaan maar kussen. Het is eigenlijk altijd heel speciaal, maar vandaag toch nog wel extra. Ja. Dus we hopen een beetje... Ja. Dat de wind dat er voor een stunt zorgt. We hopen het vooral voor hem. Het is zijn Balenberg ook. Ik denk dat dit hier zijn vervroegd BK is gewoon. Ja. Je hoort het al. Sven Nys. Dat is die van ons. We zijn ermee weg. Dit is de grote prijs. Sven Nys. De grote prijs van de man die nog bij leven als crossen een legende is. Prestatie voor jullie, Sven Nys. Zeg eens, Brunneke. Hey, Sven. Bedankt allemaal. Dat was een geweldige dag. Hè. Ja. Meer kan ik daar niet van zeggen. Het is niet voor de overwinning, maar... het is wel een dag die we nooit meer gaan vergeten, denk ik. Kom mee terug. En Marie-Jeanne, merci voor al die jaren die ons wassen. Ja. Applaus voor Marie-Jeanne. Je moet het maar doen, hè. 1 januari. 17 jaar op een stuk pannenkoeken gebakken, frikadellen gebakken. Oh. Kom, zet daar. Ah. Ik heb al heel veel meegemaakt in mijn carrière. Ik heb heel veel wedstrijden gewonnen. Ik ben vandaag tweede, maar dankzij jullie voel ik mij vandaag een dikke winnaar. Ik denk dat we vandaag allemaal mogen blij zijn dat we in Baal iets kunnen neerzetten waar we allemaal trots mogen op zijn. Dikke proficiat van mij. Amuseer die allemaal en probeer volgende week nog eens kampioen van België te worden. Jongeren, 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 jong
Iedereen denkt al aan mijn afscheid. Maar het is nog geen tijd voor sentiment. Het is nog niet gedaan. De BK moet nog komen, het WK moet nog komen. Als ik die koersen nu laat schieten, dan ga ik daar voor altijd spijt van hebben. Het is heel goed. Als je eindigt op het podium, les de wedstrijd. Dames en heren, op de derde plaats, wellicht de grootste veldrijder ooit in ons land, Sven Nys! De gouden medaille, de Belgische kampioenstitel voor Wout van Aert! Hallo. Hier, redt het hem, ze. Wat een weer, man. Hoe loopt de geier? Je komt precies van de Noordpool. Trainkaart. Zeg, af een telefoon al 30 keer gegaan. Volgens mij heeft je vriendin al 7 keer gebeld. Nee. Die is ongerust. Heb je honger? Ja, ik heb 2 uur sport gehad vandaag. Gaan we iets eten? Ja. Staarmeel? Is goed. De welke? Ik zal zien. Wie kiesde? Die Sven Nys. Jongen, toch. Nou, nog zo'n studie. Ik ben in slaap gevallen. Ja. Ja, 40 minuten geslapen. Dat meende niet. Maar ja, dat zag toch niemand. Ik had me niet zo helemaal over mij gelegd. Katie opnieuw van harte welkom vanuit Hogerheide in Nederland. Vlak over de Belgische grens voor de allerlaatste... 1 week voor het WK rijdt mijn allerslechtste koers van het jaar. 13e. Op 3 minuten 20 seconden van Mathieu van der Poel. Ik reed meer achteruit dan vooruit. Als het zo blijft, dan wordt het zondag niks. Op mijn laatste WK. Hoe ga ik deze nog kunnen omkeren op 7 dagen tijd? Het was gewoon een opeenstapeling van frustraties eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, maar ik heb al gezegd, het is de kop. Het is heel veel hier... Wat heb je een dag voor die gedaan? 70 kilometer. En dan wat gemiddeld? Ja, ik heb toch dat de Chartreuse gaan opruimen met dat. Oh ja, die Chartreuse dan ook en dan gaan sprinten en dan jongens, stop dat toch mee. Ik bel er, ik zeg nog een kwartiertje, een half uur. Nee, hoeveel doe je er nog bij? 2 uur. En dan de Chartreuse een beetje gaan sprinten, maar alleen, jongens, dat weet je toch. Waar zit herstel? Waar zit herstel? Oké, goed, ja, maar als we na 3 dagen herstellen en ik begin dan terug stilletjes in gang te komen. Ja, maar stilletjes, hè. Donderdag, rustig duurt, hè, een uurtje of 3. Rustig. En dan gaan we zaterdag gaan we gecontroleerd spanning op die spieren zetten, maar gecontroleerd, niet
Niet gek. En dan... Je zult zondag wel vliegen. Je moet dat eens durven. Je moet dat in geloven dat je met Fries te zijn, dat je echt goed kunt zijn zondag. Ik heb deze morgen wel al een half uur op de rollen gereden. Ja, is goed. Vandaag wel niet te veel koffie. Hè? Dat is mijn tweede. Ik drink geen meer, dat is mijn laatste. Maar namelijk 3 dagen echt... Ja, heel weinig gedaan. We gaan zien, jong. Ik zie je, jongen. Waar? Hier sta ik. Het is lustig hier, Paul. Stond dat water op die weg? We zijn rondgereden rond dat weg. Is ah, ja, we dat gewoon doen, maar... Schat, nee, hier, dat was 320 watt. Paul, dat was 320, hè? Ja, ja. Is dat rapper? Dat is rapper, ja. Dat is ideaal. Hoeveel watt? Dat kan ik nou niet zien. Ik ga hem nog eens opzetten. 422. 422? Dat is echte power. Kom, we gaan naar de put. Hey, dat zit Fenne gaat ook, ja. Vent is genoeg, jong. Kom, goed, goed. Eén keer, joh. Eén, maar niet meer, hè. Hey, naar Denemarken, het dan wel aan die boot denken hoe dat hij zo naar boven. Zeg, even losrijden en binnen. Kom, is goed. Genoeg. Maar beweeg je niet op een flow en hoor. Ga echt zo. Op een wat uur? 1300. 1300. Go, morgen. Go, go, go. Het is precies gestrest zijn. Nee, 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 nou nog nee, 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 nee. Ik weet het niet. Nee, nee, we zullen dat wel zien. Jawel. Jawel. Gedaan met het speculeren. Het spel kan nu echt beginnen. Het is niet leuk, hè, vriend. Zo. Ik vind dat ook. Het is echt niet leuk. Dat blijft zenuwachtig en stressen. Misschien wel heel snel. Ik hoop dat een goed weg is. Dat is alles. Ga naar het puntje van de stoel. En niet meer weglopen nu. Goeie start. Kom on, Sven. Goed weg. Voorlopig. Kom on, Sven. Slecht niet, maar ook niet top. Dan hebben we een heel lange reis van Nijsselwand in een 12e, 13e positie op de top. Deze heeft zich op kop gezet bij de achtervolgers. Hij is de volgende om het gat te dichten. Oh, dat is fijn. Schrijf het maar een bekken. Sven is goed aangesloten bij dat groepje erachter. Ja, maar je geeft geen slecht nieuws. Nee, ik heb goede indruk. Is hem op de weg? Hier is hij! Hier is het weer droog. Kunnen we hem weer zijn? Ja, ik weet het. Ik heb toch gezegd, maar het is stuurmkamer. Hier is hij, papa. Hier is kom aan, Sven. Nu moet Van Aert zien. Het kan nog, hè? Ja, dat kan. Te boos, zouden we niet naar buiten gaan? Ja, kom, ik ben er weg. Kom aan, jongens. Nee, Brit. Wel eens aan het parcours gewoon. Ja, houd maar eens op de hoogte, want ik weet, ik zie niks, hè. Ik zie niks. Hé? Sven, wat gebeurt er? Sven. Wat gebeurt er? Sven, fuck, man.
Kom op, papa! Kom op! Wat op neer! Zie je dit? Wat een vaart. Wat een risicorijke op in die afdaling. Nijs speelt een enorme rol in zijn laatste WK. Het zullen een over de zuur alsjeblieft, zeg. Dit is wat ik wilde bedoelen. Dit wilden we zien. Nijs die er een spoor onder heeft op de optreden, maar nog niet helemaal. Ja. Van Aert rijdt Nijs dan uit het wiel. I see you.